spanning zit. Ik heb gedroomd van Gerrit, Bergkamp, Koppens, Lenstra. Dan voel ik me weer vollopen. Dan voel ik me weer leeglopen. Wordt het triomf of wordt het ellende? Ik zie de spelers bleek, verstijfd van de stress. De wilde, stalend, noem maar op, en verdomd. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar er is een sleutel tot het succes. Het is amour, het is amour. Generaal, kannibaal, hel het vuur, allemaal. Het is amour. Er zijn de sponsors, er is de voetbalbond. Er is de pers, de VIP's, van alles loopt er rond. Supporters, schreeuwers, met veel te grote mond. Maar wie blijft er normaal en gezond? Het is vermoed, het is vermoed. Op het veld, op het strand, in de lift, in de krant, op de vloer. Wilfried voor mij en voor het land. Tenminste één bij zijn verstand. Ook op verzoek van de premier. Wie helpt ons uit de puree? Het is van moer. Het is van moer. Onverstoorbaar recht door zee. Zalig nuchter, toffe B, het is zo moe. Voor de vrienden, 9 miljoen, die terecht vinden dat België dit verdiende. Het is zo moe. Nu, niet zelfs, niet zo dadelijk, maar nu, tot zweet, ooit de godverdomme. Het is zo moe. En ook geld, geld. Want ook voetbal is ondertussen voornamelijk gezeik over geld. Alles speelt iets.